Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 29 januari van Weerplaza. Vandaag is het best een aardige dag, want een hoogdrukgebied boven het westen van Duitsland bepaalt het weer in onze omgeving. Het is echter geen blijvertje, want een storing ligt al dichterbij. Op de weerkaart kunnen we die zien boven Engeland en het westen van Frankrijk. En als ik de beelden in beweging zet, dan zien we dat het gedeelte geleidelijk aan onze kant op komt. En er zit ook roze in de kaart en dat betekent dat kans is op winterse neerslag in de vorm van sneeuw. Vanochtend hebben we daar echter nog geen last van. Wel een enkele winterse bui, mogelijk in het noorden van het land. Verder schijnt de zon van tijd tot tijd en stijgt de temperatuur vanmiddag naar 3 of 4 graden. De wind waait matig vanuit het zuiden, hooguit windkracht 4 aan zee. Later vanmiddag en vanavond raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. De temperatuur daalt voordat de bewolking komt tot rond of net iets onder het vriespunt. In Zeeland verwacht ik dat het rond middernacht gaat sneeuwen. En die sneeuw die breidt zich in de loop van de nacht over de rest van het land uit, zodat we morgen veel bewolking hebben en in de ochtenduren al in het zuidwestelijk deel van ons land lichte sneeuwval. En in de middag wordt het overal wit. Later op de dag dan kan de sneeuw overgaan in natte sneeuw of regen, met name in het zuidwesten van het land. Want daar draait de wind naar het westen en stijgt het kwik naar 3 graden. En verder verloopt het ook winters op de donderdag met van tijd tot tijd sneeuw in de ochtend en hooguit 2 of 3 graden in de middag. In de nacht naar vrijdag krijgen we opnieuw een neerslaggebied. In de ochtend kan het op veel plaatsen op de vrijdag wit zijn, maar later op de dag gaat de sneeuw veelal over in regen, want de temperatuur stijgt dan naar 5 of 6 graden. En ook op zaterdag is het ronduit wisselvallig winterweer met kans op winterse buien. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.